U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Van het westen uit neemt de bewolking toe en die bewolking is soms zo dik dat er een licht buitje valt. Maar de neerslaghoeveelheden stellen uiteindelijk heel erg weinig voor. In het zuiden en oosten eerst nog wat zon, daarna dus die wolkenvelden, vanochtend is het 18 graden. En vanmiddag lopen de temperaturen wat verder op. Het wordt gemiddeld zo'n 21 of 22 graden. Met van het westen uit ook weer af en toe wat zon erbij. Staat een stevige wind uit het zuidwesten, waait het matig tot vrij krachtig. meeste wind in het westelijk kustgebied. Vanavond klaart het langzaamaan wat meer op. De wind neemt ook wat af en de temperaturen dalen al naar een graad of 19. Vannacht kan het nevelig of zelfs even mistig worden. Maar dat lost morgen allemaal snel weer op. Dan vooral in het noorden de zon. In het zuidoosten nog een enkele bui. En temperaturen die in het binnenland. Lokaal al aan 25 graden komen. De wind draait naar het noordwesten en draait verder door naar oost tot noordoost op donderdag. Donderdag is het zonnig, droog en 27 graden in het binnenland. En de temperaturen lopen daarna nog verder op, vrijdag bijna 30 en zaterdag op veel plaatsen tropisch. Zaterdag neemt wel de kans op een regen- of onweersbui toe. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.